Okay, wat moet je als statistiek hoogleraar vertellen? Nou, natuurlijk, dat kan niet anders zijn dan wat de prachtige stad Groningen te maken heeft met de prachtige stad Siena. Dat is een uitgelezen onderwerp, dus laten we dat vertellen van wat die twee met elkaar te maken hebben. In de wereld van de sociale netwerken is er namelijk een sterk verband tussen Groningen en Siena. En ik zal vertellen hoe dat zit, iets van de geschiedenis en dan hoe het verder gaat. Siena is namelijk de naam van een computerprogramma voor de statistische analyse van netwerkdynamica. En de statistiek die heeft natuurlijk alleen maar belang voor sociologie vanwege onderzoeksvragen. Nou, onderzoeksvragen zijn zoals hoe ontwikkelen vriendschappen zich. Daar had Gerard van der Bunt veel mee te maken in zijn proefschrift. Hoe beïnvloeden adolescenten elkaar? Daar hebt u al een heleboel over gehoord vanmiddag. Hoe hangt pesten samen met vriendschap en populariteit? Ook daarover hebt u gehoord. Eigenlijk een heleboel van de onderwerpen waar u vanmiddag over hebt gehoord. Op de achtergrond daarvan zat het computerprogramma Siena, namelijk hoe je het allemaal moet onderzoeken. Hoe kwam dat zo? De traditie van onderzoek naar sociale netwerken in Groningen, u weet dat wel, is begonnen met Frans Stokman. En het nog eerder begin, dat was de zogenaamde 200 van Mertens. De ouderen onder ons die herinneren zich nog wel dat, ik geloof dat hij Joop Mertens heette, de voorzitter van de katholieke vakbond. Die kwam op een gegeven moment eind jaren 60 met de conclusie dat er eigenlijk 200 mensen waren die in de top van het Nederlands bedrijfsleven zaten en die als commissaris of als directeur elkaar steeds maar zagen, omdat dezelfde mensen in meerdere bedrijven commissariaten hadden. Die kwamen elkaar steeds tegen. Dat was een netwerk van de machtigen in Nederland. En toen heeft Rob Mokken, dat was de promotor van Frans Stokman, die heeft dat samen met een groep van jonge honden, en Frans was toen een jonge hond, dat is hij eigenlijk steeds gebleven, zoals we allemaal weten. Die heeft daar een heel mooi boek over geschreven, Graven naar Macht. Toen werd Frans een paar jaar later in Groningen tot hoogleraar methoden en technieken benoemd. En hij heeft in Groningen de studie naar sociale netwerken gevestigd. Nou, we hebben nu gezien in de afgelopen anderhalf uur al dat het steeds netwerken is wat de klok slaat. Dat hebben we allemaal te danken, is begonnen met Frans. Netwerkanalyse is eigenlijk een heel grappig gebied. Het is een beetje een niche gebied in de sociale wetenschappen, want het is anders dan alles anders. Het is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief. Je moet echt de diepte ingaan en je kan naar allemaal sappige details kijken. Maar je gebruikt ook modellen en je gebruikt ook wiskundige modellen. Dat zijn wel wiskundige modellen, graventheorie, maar dat is geen statistiek. Tenminste, dat was geen statistiek. Hier is dan een plaatje van een netwerk. Dit is nog een mooier plaatje van een netwerk. En dit was het netwerk uit een Amerikaans onderzoek. Met wie heb jij het afgelopen jaar verkering gehad? Nou, dat vinden wij allemaal vreselijk interessant. En bijvoorbeeld hier, er staat dan in kleine lettertjes 63 bij. Dat waren dan de 63 stelletjes die alleen maar met elkaar verkering hadden gehad. Maar iedereen anders in dit plaatje, die had wel met ook een ander of met meerdere anderen in de loop van dat halve jaar, kan je natuurlijk allerlei dingen verbreken en aangaan, hadden ze verkeering gehad. En het leuke van de netwerkanalyse, dat is dan onder andere om erop te wijzen dat je dan dit soort rare patronen krijgt van een hele grote groep die allemaal indirect met elkaar samenhangen. En geen van allen weet natuurlijk dat zij via al die tussenstapjes ook wel met die anderen verbonden zijn. Maar het is wel zo. Nou ja, dat vinden wij dan als sociologen interessant. Ook de epidemiologen die interesse hebben in de besmettelijkheid van geslachtsziekten, die hebben daar erg veel interesse in. Dus zo krijg je dan weer mooie interdisciplinaire samenwerking. Nou, dit is even een uitstapje om aan te geven hoe interessant en multidisciplinair en sappig de netwerken zijn. Nou, weer terug naar Siena. Siena is dus dat programma. Nou, ik ben daar, mag ik wel zeggen, de vader van. De voorouders waren enerzijds Frans Stokman. Hier is een
jeugdige foto van Frans. Hij is nu nog steeds dezelfde, nog even jeugdig, maar eigenlijk misschien ook niet helemaal even jeugdig als toen. Een andere voorouder was Willem Schaarsma, mijn promotor bij wiskunde, van wie ik geen foto kon te pakken krijgen. Ivo Molenaar, die ook een heleboel van jullie nog wel kennen, die was hoogleraar statistiek en meettheorie. In die tijd zat ik ook in de vakgroep statistiek en meettheorie. En het begin van het programma Siena, dat was dat op een gegeven moment was er een conferentie in Amsterdam. Die werd georganiseerd door Wim Liebrand. En Wim Liebrand, die was hoogleraar sociaal-wetenschappelijke informatiekunde. Ook dat was te danken aan Frans werkelijk, die afdeling sociaal-wetenschappelijke informatiekunde bestond. Maar Liebrand, die organiseerde een conferentie en die vroeg mij om daarop te vertellen over statistische methoden van sociale netwerken. Nou, daar wist ik wat van, want ik had de ICS-AIO's Evelien Zeggelink en Roger Leenders daarop begeleid. Er bestond eigenlijk toen nog heel weinig van statistische methoden. Dus die netwerken, dat was allemaal wel met graventheorie, maar niet met statistiek geanalyseerd. Maar toen, op 2 december 1992, ging ik in de trein terug van Amsterdam, van die conferentie, naar Groningen, naar huis. En toen kreeg ik een brainwave. En toen dacht ik van, wat je kan doen om die statistisch te modelleren, dat is met behulp van simulaties. En bij het ICS, ik was als statisticus toch in die tijd al helemaal in het ICS geïntegreerd. Dus ik had geleerd over actoren en keuzes door actoren. En ik dacht, je kan een sociaal netwerk, de veranderingen in een sociaal netwerk analyseren, door ze te beschouwen als keuzes van actoren om relaties te stoppen en relaties aan te gaan. En dat kan je simuleren. En dan met die simulatie kan je dan vervolgens statistiek bedrijven. Dat is dan wel weer een andere soort van statistiek. Je kan dat tweede generatie of derde generatie statistische modellering noemen. Maar dus je kan simulatiemodellen toch ook als een statistisch model gebruiken. Nou, dat bedacht ik toen op die treinreis. En toen heb ik daarna maanden, jaren gewerkt om dat uit te werken. Er kwam eerst een paper op een conferentie in Tartu. Nou, dat heeft op dit moment dus enkele tientallen citaties. Toen kwam er een paper in het Journal of Mathematical Sociology. 395 citaties. Toen een paper met Marijtje van Duin, die hier ook was met wie ik samenwerkte. Inmiddels 131 citaties. Nou, dat is allemaal niet zoveel. Maar daarna, toen barstte het los. Dat was ook in de samenwerking met Gerhard. Ik ontwikkelde de methoden en Gerhard paste ze toe in zijn promotieonderzoek. En hij promoveerde in 1999, dus dat was dan een paar jaar later, toen alles enigszins ontwikkeld was, op het proefschrift Friends by Choice. En dat proefschrift had een ontzettend mooi motto. Ik nodig Gerhard even uit om het motto uit te spreken. Ik had je presentatie al eerder gezien en toen dacht ik van, oh shit, ja, dat is waar ook. Mijn proefschrift ligt in dozen en mijn stellingen ook, want er ging ook nog een stelling over. Of het een outburst of your rock'n'roll euphoria was, or something else, or indeed the motto of the book. En ik had me zo voorbereid dat als er iemand het in zijn hoofd zou halen om een vraag te gaan stellen bij mijn verdediging, dat ik ook op alle drie wel een antwoord zou kunnen geven. Ik heb geen flauw idee meer. Okay. Misschien het proces, misschien mijn gevoelens, misschien dat het uiteindelijk gelukt is. Het is een citaat trouwens van een nummer van de Cramps. Sommigen zullen hem herkennen. Het nummer heet Can You Push It to the Dog? Dus dat zit al een beetje op het randje. Oké, okay, nou, ik had gedacht dat Gerhard zou zeggen, maar ja, dat. Nou, Siena, het programma, dat heet zo omdat ik een gewoon mooie naam moest hebben, een goede brand name. Degene van u die in marketing te werkzaam zijn, die weten van je hebt een brand name nodig. Nou, dat heb je ook voor een computerprogramma. Simulation Investigation for Empirical Network Analysis. En dat is nu in de netwerkanalyse bekend. Is gewoon een keyword langzamerhand bij de conferenties. Dus daarom heeft Siena met Groningen te maken. Nou, het eerste
versie van het programma zag het licht in 1998, dus voor Gerhard zijn promotie. De rest is geschiedenis. Er kwamen later artikelen. Bij die geschiedenis is echter nog één belangrijke stap. We passen dat namelijk ook toe op sociale invloed. Dus niet alleen ontwikkeling van netwerken, maar ook sociale invloed. En de kerngedachte daarbij is dat netwerken veranderen en houdingen en gedragingen veranderen. En dat gaat allemaal als functie van elkaar. De houdingen en gedragingen en attitudes die veranderen door het netwerk. En het netwerk dat verandert weer door de houdingen en attitudes. Dus dat is een tweeweg invloed. En samen met Christian Stekelisch doe ik daar dus sinds nou een jaar of 10 onderzoek. Daar zijn natuurlijk ook allerlei anderen bij betrokken. Die kan ik niet allemaal noemen, maar ik kan wel een aantal van hen hier laten zien. Nou, dat programma dat is heel erg succesvol, dus dat wordt door heel veel mensen in de afdeling gebruikt. Ook internationaal gemiddeld een stuk of 40, 50 artikelen, publicaties wereldwijd per jaar waarin dit programma toegepast wordt. Ik dacht als laatste foto neem ik maar een foto van dus Christian Stegelisch een paar weken geleden op het filmpje en van mijzelf. Meer dan 60 jaar geleden. Dit is een foto bij de eerste van mij, bij de eerste Sinterklaasviering, waarbij ik niet meer in Sinterklaas geloofde. En hier lees ik mijn Sinterklaasgedichtje voor, zoals ik nu afsluit deze lezing voor u.